didn't even get to cross. Yo mensen, vandaag Lix Games, mijn naam is Tommy en vandaag ben ik hier samen met Pieter op CubeCraft. CubeCraft, ja, we spelen Skywars. Een hele rare intro trouwens, maar maakt niet uit. Ik zei het helemaal verkeerd, Tom, maar maakt niet uit. Hey, okay. Ik heb een enderpearl, dus ik ga denk gewoon naar het midden. Pieter, kom mee, snel naar het midden. En ook. Oké. Waar ligt alles stuf? Ja, dat weet ik niet. Deze map is nieuw. Althans, deze map is erin gekomen dat ik gestopt ben met CubeCraft. Dat eigenlijk... Dat was best wel goed. Pieter, er zit iemand op het midden. Pieter. Wacht. Ik ben bezig. Ik heb dit is een niet-machine. Oh, dit is de map school voor de mensen die het willen weten. Heb je al een chestplate, Pieter? Oh, Pieter, er zit hier iemand. Ik heb nog een chestplate. Ja. Oh, ik ben hem aan het killen. Ja, ik heb gewoon omhoog gebouwd. Oh. Hier. Twee gapples. Wacht, Pieter, ik heb ook... Oh, thanks. Dan heb ik ook wat voor jou. Kijk eens hier zo. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja, heb je ook wat normale golden appeltjes voor als je doodgaat? Want dan kan je spammen. Oh ja. Nee, serieus, je moet echt gewoon normale gapples hebben om te spammen. Nee. Wat voor zwaard heb ik eigenlijk? Want je moet wel met sharpness 4 slaan als je die hebt. Je moet gewoon één keer die mensen een beetje in de fik zetten met je fire spec sword en daarna gewoon lekker hitten. Ja, nou. Ik wil even wel een punchboog. Upskay. Ik heb nu 2 stacks gapples. Oh, er is iemand op midden. Wat? Midden? Oh, lock zit. Denk je nou oh, wow. Zeg eens dat dat helpt. We kunnen naar het eilandje. Ja, maar wacht, ja, hier zaten er drie. Kijk, hier zijn er meerdere. Aan de andere kant van jou. En ik heb er één gekild. Het is wel moeilijk dit. Oh, wat? Oh, oh. Oh, er zit ook echt een schoolgebouw hier zo. Wacht, wat? Waar zit die dude? Wacht, heb je een lava bucket, Pieter? Nee. Zorg even dat je een lava bucket hebt, want dan kunnen gewoon zo'n paar campertjes lekker in de fik zetten. Holy shit. Oh, er zit er onder ook nog helemaal shit. Je hebt TNT, ja, maar daarvoor is het eilandje nog wat te groot, denk ik. Ah, ja. Maar ik bedoel, stel je zou vuur hebben, dan kan je gewoon die hele bovenkant lekker affikken. Ja, zo. Oké, kom maar naar het midden toe, Pieter. Dus, ik ga hier wat noobs. Oh, er zitten nog wat noobs in het midden. Waarom, die ga ik nu pakken. Wacht, heb je speedpots? Nope. Kom even naar mij toe, ik heb zo'n speed. Wacht, ik ga eerst even killen. Hier, Tommy. Sla maar af! Doei! Sla maar af, bye bye. Bye bye. Wat? Oh, gaat hij niet meer af? Stand af, stand af. Ja! Oh, er komt nog een noob. Oh shit, ons teammate wordt gekild. Tank het voor me, teammate. Tank het voor me. Ja, eerst die noob killen, hup. Wauw, deze mensen zijn zo slecht. Ja, dat is leuk. Ik moet zeggen, het verbaast me dat er überhaupt potjes vol zitten op CubeCraft. Het is natuurlijk niet zo'n... Ik bedoel, een potje met 40 man zie ik niet meer snel vol raken, maar dit soort potjes wel. Je denkt toch niet dat dat zo makkelijk gaat, jongen? Waar zit de rest? Sergio Gamer couldn't fly while trying to kill Sergio Gamer. Ja. Mijn kill is zojuist gestolen door hemzelf. Ja. Ik schoot ook iemand erachter, stond dat toch ook? Oh, jij bent de laatste aan het killen, hoor ik. Hey, GG. Oh, dat was de laatste. Wat heb ik eigenlijk als win? Oh, ik heb die cadeautjes nog steeds. Mensen, tot volgende. Yo mensen, daar zijn we weer. We spelen nu op de map Candy. Lekker met z'n tweeën in het team, dus dat is wel fijn. Gelukkig niet met allemaal random noobies. Op zich, dat vind ik wel leuk aan CubeCraft. Want normaal was het zo van... Op deze map was je altijd met 5 met allemaal noobies. En nu kan je lekker met z'n tweeën gewoon op zo'n grote map spelen. Ja, lekker soms 2-5. Heb jij een enderpearl, Pieter? Ja, eentje. Oké, dan gaan we gewoon... Zullen we gewoon meteen naar het midden gaan? Wacht, ik kan even... Er ligt nog genoeg loot, hoor. Ja, klopt, maar we kunnen altijd nog terug en in het midden ligt betere gear. Ja? Oké, ja, dan gaan we. Ja, volgens mij... Oh, er is al wel iemand. Ja, ik heb geen chestplate, maar we pakken hem. Hou je dat? Ik weet het niet. Ja, dat hou je. Ja. Hou je. Hij gaat sowieso eerst mij killen.
Ah, is gebrot. Als je hem eraf hit? Ah. Oké, nou in ieder geval, ik heb een chestplate. Ik denk wel dat hij al alle loot heeft, dat is wel jammer. Ja, hij heeft al een goede loot. Ja, we hebben in ieder geval keppeltjes. Zullen we gewoon het standaard ding op cube doen? Hier gewoon een KS fort maken. Wat? Gewoon een fucking groot fort. Gewoon dat je er niet op kan en dan de hele tijd mensen lekker punchen. Wacht, liggen hier anvils? Ik vind gewoon een fort maken. Kut, er liggen geen anvils. Volgende keer als het OP's dan neem ik het anvil, man. Maar dan moet je de, dus dan moet je hier helemaal niet hier, niet hier. Niet daar. Gewoon letterlijk alleen op de kisten. Als je het alleen op de kisten doet, dan is het goed. Ja, een beetje zo, dan kan de kisten ook openen nog. Oké. Dan gaan we gewoon hier lekker zitten campen en dan iedereen eraf vinden die vervelend komt doen. En dan kan je hier kan je gewoon een beetje in vechten als je gapples hebt en zo. Dat niet mensen de hele tijd gaan wegrennen, vervelend en zo. En het is wel hoog genoeg. Ga gewoon de camp tactiek doen, klaar. Maar hier was nog makkelijk in toch? Ja klopt, maar eruit gaan is vooral gewoon kut. Okay. Als ze er dan in zitten en wij zijn met meerdere, wat we dus zijn waarschijnlijk. Je moet hier even van die opstapjes maken. Dat je er makkelijk op kan. Het wordt wel veel te hoog wat jij nu doet, maar maakt niet uit. Als jij het zo hoog wil, dan doen we dat. Boeien. Genoeg blokt. Ja, klopt. Is een respawn chest ook opgekend of niet? Wat denk je zelf? Ik denk je cube kan dat maken? Oh nee, het is cube. Ja, de komen er überhaupt wel mensen? Of? Nee. Nou, dan... Dan denk ik ook van ja, ik ga er niet heen. Wacht, heb je hout voor mij? Oké, okay, wacht, ik ga even een chest, even hup, zo. En even stone. Zo. Zullen we gewoon ergens hier een gat maken, dat we gewoon lekker daar mensen in gaan punchen? Ja, kom. Ben jij nou met de flint en stiekem bezig? Nee. Wat dan? Niet veel. Je bent wel met flint en stiel bezig. Waarom zet je ons mooie fort in de fik? Pieter. Wat? Maar er komt hier niemand. Dit is helemaal niet leuk. Nee, daarom. Waarom daar komen niemand? Er nooit meer mensen? Normaal was midden echt zaten er 10 man, maar we hebben nu die ene pussy boy gehad en dat was alles. Oké, okay, nou dan maak ik wel een bruggetje. Pieter, let jij even op van de zijkanten. Ja, ja, ik zet alles wel even in de fik. Hey, dit is ook echt zo leuk, hè? Ik denk dat... We gaan er... Oh, pas op, je wordt beschoten. Je wordt beschoten. Oh, nee! Ben je dood? Ja, het zeg maar, het deel opletten is dat je zegt dat ik beschoten word voordat... Ja, hey, ik kan dan hij stond zeg maar achter een boom en toen draaide hij zich om en toen, ja, toen was ik, ja, lap. Maar het is een Hollander, je kan dat easy winnen. Wat? Ja, nou hij heeft vermenigvuldig, hij heeft dan een domme naam. Ah. Oh, wat zit er weer met die I'm Bubblehead? Ik weet niet wie dat is. Oh, zit hier nog een geheime kist? Waar? Ah. Oké, okay, wacht, oké, okay, loop door. Nee, de andere kant. Ja, ze loopt. Ja, oké. Okay. Loop langs onze muur nu. Oké. Okay. Zie die? Stop. Kijken. Hier, nog één, dat volgende rode blokje. Daaronder, daar moet je 5-6 blokjes hakken. Oh, lol. Ja. Zit er een enderpearl in, want dan kan je pearlen. Ik heb al een ender. Maar jij hebt al een enderpearl. Ja, joh. Nou, hup, ga naar die vermenigvuldige en pakken. Wat? Er zitten nog meer geheime kisten, dan. Maar... Waar? Ga naar het midden. Naar het midden. Oké, okay, ja, hier zo. Nog een paar verder. Oh, er zit iemand! Pieter, boven je! Pieter! Wat? Pieter, ga verder. We zijn het er. Er zijn er 3! 3? Ja. Zijn je aan het zoeken? Maak een gat achter je, dat als ze achter je aankomen, dat ze... Ja, dat heb ik hier zo. Ja, maak meerdere plekken. Oké, okay, ze komen dichterbij. Jij komt, Pieter achter je. Hij heeft het gat gedicht.
Probeer zo gewoon een gat onder haar te hakken. Degene die hierin zit is nu alleen. Dus als je hem kan laten spieven, spief hem, spief hem, spief hem. Nee, okay, kappel. Pieter gaat dood. Oh. Pieter, maak een gat, maak een gat. Pieter, maak een gat. Gewoon, maak een gat. Nee, niet dat doen. Maak een... Oh, je verspilt één gapple. Ja, ga omhoog, ga omhoog, ga omhoog. Okay, okay. Ren de andere kant op. Ren naar waar je die brug hebt gemaakt, Pieter. Die kant. Ja, die kant gewoon, die kant. Ja, ja, ja. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ze schiet. Oh, Pieter Pearl. Oh. Ja, ja. Ja. Oh. Oké, okay, blijf hier. Als er... Ja, oh, je kan... Oh, het is een 1v1. Pieter, 1v1. Rechts, oh, links. Ik heb geen kappel. Ik weet niet welke kant van jou. Maar ik heb geen kappel, hij wel. Ja, dat is dan niet zo fijn. Ga pakken. Oh, hij heeft een goldappel op. Ik zou gewoon rennen. Oh, wacht. Pieter, die vermenigvuldig is in het gat gevallen. Pieter, er komt een tweede. Er komt ook een tweede. Oh. Pieter, kan je die eraf schieten? Ja, daar staat er een, daar staat er een. Nee, nee. Oh, oh, wow. Nee, Pieter. Daar staat er een. What the fuck? Wat is dat nou weer voor eentje? Huh? Ja, ik weet niet, die win of zo. Mensen, tot de volgende keer. Yo mensen, we spelen eigenlijk normal mode. Wacht, dit is de eerste keer dat we normal mode spelen, hè? Of ja, niet? Ja. Dat heeft lang geduurd. Oké, okay, ik ga deze kist hier beneden wel pakken. Heb jij in de boom gepakt? Ja. Oké. Okay. Je zit wel wat diep. Oké, okay, ik heb nu in ieder geval een helm. Oké, okay, gaan we gewoon naar Pieter Bajafas, naar het volgende eilandje? Ja, ik ben in het midden. Waarom ga je naar het midden? Ja, ik bedoel, zeg maar, een beetje in het midden, ja. Waarom ga je naar het midden? Oh, wat? Oh, het is gewoon veranderd, deze map, joh. Dat wist ik niet. Ze zijn er allebei afgeslagen. Oh, Pieter, help, Pieter, help! Oh, oh, oh. Ik kan eraf, ik kan eraf. Oh nee, ik heb geen zwaard. Ik heb met een oh, ik ben dood! Ik had maar één half hartje. Oh, ik denk al, huh, waarom ben je naar het midden? Maar het midden was vroeger heel anders. Maar ik was al ja, vergeten dat ik maar 1,5 hartje had. Het was toch eerst een grote pony in het midden of zo? Nee, eerst was dit, dat is op solo. Ah. Dit is nog precies zelf, maar het gaat een stukje verder. Dat was wel dom trouwens, want ik ben en mijn kit vergeten te kiezen. En vervolgens ga ik terug in om jou te helpen met 1,5 hartje. Kom. Niet het beste wat ik kan doen. Nee. Maar jij zette dat ook in de fik, jongen, dus ik moest daar ineens een jump maken. Ja, ik moest me dan verdedigen. Ja, ik zag niet dat dat fucking glad, dat er nog glas onder zat. Ja, ik zag het wel, maar het leek alsof er een gat onder zat. Kut texture pack, want mijn texture pack is zo wat net zo wit van de bovenkant als het glas. Kijk, als ik hier boven vlieg, dan zie je hier links van het glas zie je dat er amper glas zit. Pieter, er komt iemand. Hit hem eraf. Pieter, achter je. Hit hem. Nee, dat is... Oh. Het gewoon moet slaan. Ga daarheen. Oh, dat is I'm a Bubblehead. Hij is noob. Hij heeft net van ons gewonnen, maar dat was alleen omdat het OP was. Ga daarheen. Pieter, ga daar niet zo pussy doen, jongen. Dan boogt hij me toch. Ja, als je snel bent, niet. Jawel. Boog me, dan weet jij ook. Als je snel bent, dan boogt hij niet. Als jij hem zo vaak hebt gespamd, hij gaat echt niet snel bogen, hoor. Die jij stop. Pieter, er komt rechts iemand van je. Huh? Rechts, nee. Warrior. Dat is, je rent nu naar links, maar dan kijk, kappen. Je wordt getweven-1. Die I'm a Bubblehead gaat schoonmaken, zo. Wat? Ja, nu gaat I'm a Bubblehead schoonmaken. Dat was een hacker. Dat was geen hacker. Jawel. Zeg. I'm a bubble, het is dood. Hij springt eraf. Oh. Nee, maar toen ik in de lucht zat, zeg maar, hitte die me nog. Pieter, je bent gewoon noob. Mensen, nee. Ik hoop dat jullie dit... Pieter is noob. Mensen, ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Zo, laat dan een blauw duimpje omhoog achter. Willen jullie meer? Abonneer dan. En Pieter is noob. Tot de volgende keer. Later.